Like to Death kiezen. Ja joh, gewoon lekker racen. Ik vind het wel leuk om te kijken. Ik heb volgens mij nog nooit een gameplay geplaatst. Dus dat is wel spannend. We hebben allemaal mondgeluiden maken als je niet echt. Sunshine Airport. Zo'n vliegveld. Eerste race gaan we met Toadette. Dan gaan we. Go. Gaan we. Het is wel spannend. Er zien wel heel veel mensen. Net tegen Yoshi. Even snel. Lekker hoor. Ik ben net geraakt. Wel een hele leuke map om te geven. Ik speel al spelletjes om lekker te ontspannen. Dat werkt tenminste. Ik ben. Ik ben echt van vechtsport, spelletjes, wandelen, echt van alles. Zolang het een beetje actief is en het een beetje spannend blijft. Ik ga niet aan van alleen maar blijven zitten en niks doen. We gaan even wel bewegen, maar het moet wel echt gewoon leuk zijn. Kijk, verder hou ik wel leuk van superheldenfilms, actiefilms. Zolang het maar wel actief is. Films, kijk, dat kan soms best wel chockerend zijn, maar kijk, ik word daar wel druk van. Ik zeg je eerlijk, zulke dingen ga ik dan niet in de avond doen. Gelukkig, ik ben niet geraakt. Schild gooien, ja, je bent geraakt, dan ben ik eerste. Lekker, nee. Oh, val ik net in het water. Dat was gemeen. Oh, nee. Ja. Oh, ja, 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 ja. Dat zal wel. Ben je geraakt? Nee. We gaan gewoon vooruit. Verschillende dingen doen, hè. ASMR in game is toch wel even wennen. Gaat toch gewoon. Tegenaan. Gewoon als ik tegen iemand aanrijd, wordt hij ook wel geraakt door een van mijn bananen. Oh, ja, deze is geraakt. Lekker. Mijn vrouw houdt ook van game. Zeg je eerlijk. Dan gaan we het wel gaan. Dan gaan we gewoon lekker spelletjes spelen. Ja, zo leuk. Dat is ontspanning. Yoshi heeft me ingehaald. Ik word daar niet van. Nee. Oh. Vierde. Vierde. 9 punten. Niet slecht. Nou, ik heb nog een aantal races. Dus, ik weet toch niet hoe het gaat eindigen. Zo'n onderwatermap. Aftellen. 3, 1. Gaan. Ja. Mario, Daisy en Amber Yoshi. Yoshi is op zich wel een sterke tegenstander. Wat dolfijnen. Een muntje te pakken. Dat ga je gewoon snel sneller als ik elke keer een muntje pak. Het is wel heel veel leuke map. Zo een mapje met San Francisco. Dat is lachen. Dat is een plek waar ik op vakantie ben geweest. Dat is wel gek. Zoals er verschil is echt tussen San Francisco en Nederland echt wel veel te vergelijken. Terwijl Nederland best wel echt betaalbaar is. San Francisco, dat is toch wel in de Verenigde Staten gewoon wat
wat duurder is. Zie je al het prijsverschil. Ook in eten en wat je allemaal krijgt. In de winkels zie je ook hele hoge prijzen. Is niet goedkoop. Yo, gaan we weer. Ik ga gewoon een keertje ook even kort vertellen hoe mijn vakantie was in San Francisco. Ik heb het mijn Nederlandse volgers daar niet ook heel veel uitgebreid over verteld. Juist. Kom op jongens, ik ben derde. Ga even inhalen, nog even kans. Niet opgeven, weet je. Schil ontweken. Oké, jongens. Ga je die gewoon inhalen. De derde. Zo los mogelijk. Ik vind het altijd leuk om te winnen. Ik hou van winnen. Soms kan ik me tegen me verliezen, zeg ik eerlijk. Dan blijf ik zo lang mogelijk proberen. Volhouden. Doorgaan tot ik ga winnen. Ja, ik weet je, ik heb echt zo'n winnersmentaliteit. Ik hou niet van verliezen. Winnersmentaliteit echt. Wanneer je echt gewoon niet tegen je verlies kan. Helemaal niet serieus. Ja, ja, ja. Lekker, lekker. Rij achter Daisy aan. Kom op. Van Daisy inhalen. Dat is nog een Daisy. Ja, iemand had me geprobeerd te raken, maar is niet gelukt. Kom op, jongens. Oh, ik ben zelf even zelf geraakt. Soms moet ik echt gewoon even al die mensen inhalen. Hé, dat was vies. Oh, ben ik een vierde. Oh, dat was echt vies. Ik was echt geraakt door zo'n plantje. De vierde, 18 punten. Maakt niet uit. Nog kans. We gaan gewoon verder. Elektrodom. Wat ik vandaag ga doen, even ga ik jullie vertellen. Ik ga naar de fysio. Omdat ik, als het goed is, een blessure heb opgelopen. Mijn arm doet het niet echt heel goed. Het doet pijn. Zodra ik mijn arm beweeg, dat is al gebeurd, denk ik, gisteren gebeurd. Tot sparren. Geen anderhalf uur sparren. Vol contact denk ik ook echt dat je zonder bescherming elkaar gaat raken met vechtsport. Vrijdag ging ik thaiboksen. Zaterdag ging ik Kyokushin karate doen. Zondag, gisteren dus, ging ik ook weer karate doen. En ik denk dat ik ook flink ben geraakt. Ik dacht dat ik wel mijn verdediging goed zat. Door te verdedigen op mijn elleboog. Alleen, ik denk dat mijn elleboog toen zei van, hé, ik hou even mee op. Ik heb al die training volledig afgemaakt. Maar ik merk wel dat ik nu even wel last van heb op mijn elleboog. Ga naar de fysio. Ik weet sowieso dat het goed komt. Ik ga gewoon lekker trainen. Zorgen dat ik niet ga stoppen met bewegen. Als je eenmaal gaat stoppen met bewegen, echt, dan gaat mijn fysieke en mentale conditie achteruit. Daar hou ik niet van. Hey, let's go. Ik hou gewoon van lekker bewegen. Ik hou van lekker doorvechten. Het klinkt gek, maar het is echt wel mijn ding. Vechtsport is wel iets wat mij heeft geholpen om naar iets te zoeken in mijn leven. Echt een doel in mijn leven. Ik kan wel zeggen van, vechtsport is leuk. Je kan een blessure oplopen, maar het geeft een doel in mijn leven. Klinkt gek, maar het heeft me wel geholpen om echt te ontwikkelen in het leven. Ik word er beter van. Ik word er sterker van. Ik word er fitter van. Ja. Ik heb heel veel blessures opgelopen.
Het was het waard, ja zeker. Is het waard, ja. Veel enkel blessures. Eén keer, mijn meniscus gescheurd. Plus de voorste enkelband. Mijn enkelband gescheurd. Maar, stel allemaal niet voor voor. Als ik kijk naar die andere blessures. Bedoel ik, de andere blessures, daar is niet zoveel voor in vergelijking met de kliebesleur. Had ik een operatie nodig. Ja, echt. De voorste kruisband en de meniscus was het ergste van allemaal toen het ging scheuren. Kon ik echt helemaal niet lopen. En ja. Kijk, een schouderblessure, dat vind ik minder erg. Dan kan je nog je benen trainen. Als je niet kan lopen en je kan niet springen, zo krijg je echt stress. Maar nu kan ik van alles, weet je. Kijk, nu heb ik last van mijn arm. Ik kan nu springen, lopen, rennen met mijn hond. Ja, dat vind ik minder erg. Daar ben ik blij om. Ondanks dat ik een blessure heb opgelopen. Ja, eerlijk is eerlijk. Soms moet je gewoon positieve dingen inzien. Ja, ik heb niet de ergste dingen meegemaakt. Sommige mensen hebben dan een knie moeten vervangen. Ah, dat is pas erg als je een knie moet gaan vervangen. Ja. In sporten kun je altijd wel leuke, gekke dingen meemaken. Dus leuke dingen en gekke dingen. Ja, ik ben daar niet bang voor. Hou van uitdaging. Het moet spannend zijn, anders... Weet ik. Het lijkt op alsof ik het spannend vind om dingen mee te maken. Ja. Het moet boeiend blijven, denk ik. Ik denk wel dat ik wel dingen opzoek om te zorgen dat het wel spannend houdt. Anders verveel ik me. Ik verveel me snel. Hetzelfde als iemand een lang verhaal vertelt. Maar het is niet interessant. Ja, dan val ik in slaap. Maar als iemand een lang verhaal vertelt, dat is boeiend. En diegene kan jou boeien. Kijk, dat is een ander verhaal. Dan vertelt hij iets leuks, iets spannends. En je bent gewoon een hele goede verhalenvertellers. Ja, dan kan je aandacht bij jou. Kijk, ik ben zelf gelovig. Maar je moet niet met een lange kerkdienst komen. Maar zeg je eerlijk, een leuke break van een kwartier vind ik al genoeg. Oh, wacht. Ik moet even focussen, jongens. Kom op, jongens. Oh, we gaan bijna eindigen. Kom op. Ja, ik ga jou raken, vriend. Eerste woorden, wat dacht je? Oh, ja, mijn eerste box. Kom op, jongens. Ja, ik ben er bijna. Ja, ga ik ook verkeerd mikken? Ja. Maak jij het bij tweede? Maar resultaten, kijken wat het ervoor staat. Ik had even niet naar de punten gekeken, ik had even snel weggeklikt. 42 punten, oh. Ik ben helaas geen derde geworden, ik ben vierde geworden. Jongens, bedankt voor het kijken en ik hoop dat jullie hebben van genoten. Wees jullie een goede nachtrust. Doei doei.